Op de Vlaardingendijk zijn woensdagochtend een auto en vrachtwagen in botsing gekomen. Het ongeluk vond plaats onder het viaduct van de A4. Er ontstond een flinke verkeerschaos richting Vlaardingen omdat er maar één baan beschikbaar was. Ook op de A4 liep het verkeer vast bij de afslag Vijfsluizen Schiedam-West. Bij het ongeval raakte één persoon licht gewond.